Kunt u zich in het kort voorstellen? Ja, natuurlijk. Mijn naam is Jaap Stapel. Ik woon inmiddels alweer 34 jaar in Almelo. Dus ik mag er langs, want we een beetje Almelo noemen. Maar geboren en getogen in Den Haag. Ja, ik ben in 2010 raadslid geworden voor de Partij van de Arbeid. Dat was nog in het oude stadhuis. En een jaartje vijf later zijn we toen verhuisd hierheen. Ik heb twee periodes van vier jaar raadslid geweest. Heel simpel. Ik heb een jaar of vijf, zes geleden heb ik met iemand hier uit Almelo een analyse gemaakt van de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen. En wat blijkt? Typisch bij de Provinciale Statenverkiezingen gaat pak en beet een derde stemt op een lokale kandidaat. En dat is de reden geweest dat ik heb aangeboden aan de Partij van de Arbeid bestuur van let op, als er niemand zich meldt vanuit Almelo, mag je mij op de lijst zetten, zodat bij de Partij van de Arbeid die plaatsnaam Almelo voorkomt. Overigens, voor alle duidelijkheid, er is ook een tweede kandidaat in Almelo, Anton Pots, thans raadslid. Ook hij staat op een niet verkiesbare plaats. Zal die tendens van lokale partijen zich doortrekken? Ik denk dat iedereen langzamerhand doorheeft, van lokale partijen. Ja, ik hoop persoonlijk dat we wat minder lokale partijen krijgen, dat we gewoon landelijke partijen hebben. Als je gaat stemmen op een landelijke partij, weet je ook ongeveer wat het standpunt is landelijk. En dat vind ik met lokale partijen, ja, lastig. U bent een van de 28 kandidaten uit de gemeente Almelo die zich verkiesbaar hebben gesteld voor de Provinciale Statenverkiezing. Wat vindt u van dat toch hoge aantal? Dat is behoorlijk hoog. Ik was ook verrast toen ik vanmiddag het totale lijstje zag. En ik denk dat ook de andere partijen langzamerhand doorhebben van let op, bij de provincie stemt men op iemand uit de eigen gemeente. En dat heeft nogal gevolgen. Ja, nou ja, de lijsten zijn lang, hè, want ik vind het jammer, maar dat doen voor de 47 plaatsen die er te verkiezen zijn, doen 19 partijen mee. Ik vind dat zelf gewoon donders jammer, zoveel. En als er nu al 28 kandidaten zijn vanuit Almelo, dan kun je nagaan, dat gaat ook in Enschede, in Hengelo en andere steden soortgelijk, ja, zijn het lange lijsten. Wat verwacht u van de uitslag? Ja, als ik dat eens wist. Ik hoop dat de Partij van de Arbeid zich behoorlijk kan handhaven. We hebben op dit ogenblik vier zetels van de 47. En stilletjes hoop ik dat we tot zes gaan komen. Maar ik verwacht voor de Partij van de Arbeid, hebben we dat ook al gezien bij de laatste verkiezingen. Ik verwacht dat we op de terugweg zijn. Ja, en zeker nu het steeds ook landelijker duidelijk wordt dat we samen met GroenLinks gaan optrekken. En ik hoop zelfs over niet al te lange tijd dat we gewoon praten over groen-rood, of rood-groen, maar in ieder geval één partij.